en welkom bij de Hoopot Club vanuit huis. Ik ben Willemijn en ik neem jullie elke keer mee naar een ander vakantiepark waar we leuke dingen gaan beleven. En vandaag gaan jullie op vakantiepark Kerkduin een van mijn lievelingsdansjes leren. En als het goed is, hebben jullie allemaal een Koos Konijnpet. Dus pak hem er gauw bij, zet hem op, achterstevoren natuurlijk, net als Koos, en dan gaan we gauw beginnen. Hey, wat tof dat jullie er zijn bij de Hoopot Club vanuit huis. En zoals jullie misschien nog weten, ik ben Willemijn en vandaag gaan we op vakantiepark Kerkduin mijn favoriete dansje leren. Dus, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. En ja, ik zie jullie denken, waarom heeft Willemijn nu ineens oren op? Nou, kijk. Vakantiepark Kerkduin ligt natuurlijk aan het strand en het waait wel een beetje hard. Dus als ik nu deze Koos Konijnpet opzet, dan waait hij zo weg. En de Koos Konijnoren? Hopelijk niet. Dus daarom heb ik de oren op. Maar als het goed is, hebben jullie allemaal de pet op. En natuurlijk achterstevoren. Net zoals Koos. Oké. We gaan natuurlijk zo meteen dansen. Maar dat kan niet zonder, je raadt het al, Koos Konijn. Heel goed, dat kan niet zonder Koos Konijn. Maar Koos Konijn, die is hier nog helemaal niet. En we hebben Koos wel nodig, dus wat moeten we gaan doen? We kunnen misschien Koos gaan zoeken. Zullen we Koos gaan zoeken? Ja, dat is een idee. Laat hieronder anders eventjes in de reacties weten of jullie een goed idee hebben wat we kunnen doen. Dus we kunnen misschien gaan zoeken. Of even nadenken hoor. Ja, natuurlijk. We kunnen Koos ook gaan roepen. Oké. We gaan Koos dus gewoon roepen. Ik tel zo meteen tot 3. En dan roepen we met z'n allen heel hard Koos Konijn. Oké, zijn jullie er klaar voor? Nog 1 keer. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Gaan we op 2 benen staan. Heel goed. En dan tellen we tot 3 en dan roepen we Koos Konijn. Daar komt hij, ja? 1. 2. 3. Koos Konijn! Koos? Koos? Hebben jullie Koos al gezien? Nee. Of? Jawel. Daar. Zag jullie hem hier? Oh, maar ik zie hem niet hoor. Misschien moeten we het nog een keertje doen. En misschien moeten jullie zo hard roepen dat niet alleen Koos jullie hoort, maar dat ook heel jullie straat het hoort. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, Koos Konijn! Koos! Koos? Zagen jullie hem die kant? Echt waar? Hier? Zagen jullie hem daar nu? Hé, maar... Koos? Oh, ik denk dat Koos gewoon een grapje met mij aan het uitmaken is. Denken jullie dat ook? Oh, die gekke Koos ook altijd. Oké. Koos heeft super grote oren. Koos hoort bijna iedereen, maar ik denk dat Koos pas echt komt als ook echt iedereen daar thuis aan het meedoen is. Oké, dus haal papa. Haal je mama. En misschien je broertjes of je zusjes of je opa, je oma, je buurvrouw. Iedereen mag je erbij halen. Want als we met z'n allen Koos Konijn gaan roepen, dan komt hij. En dat weet ik zeker. Oké. Heb je iedereen erbij gehad? Oké, daar gaan we, hè? Met z'n allen. Daar komt-ie. 1,
twee, drie. Costco 9. Daar ben je, Koos. Eindelijk. Oh, Koos, waar heb je zo gemist? Heb je alle kindjes thuis ook zo gemist? Ja, hè. Het is wel echt heel erg vervelend nu. Maar gelukkig zijn wij hier nu. En kunnen we gezellig met alle kindjes nu thuis dansen. Dat hebben we even goed opgelost, hè. Dat vind ik ook, Koos. Oké. Dus we gaan zo meteen dansen. Maar we kunnen natuurlijk niet dansen zonder dat we eventjes onze spieren maakt. Toch, Koos? Ja. Oké, dus zorg dat je even stevig in je schoenen staat. En de benen een beetje wijd. Ja, heel goed, Koos. Ah, perfect. En lukt dat thuis ook? Oké, goed zo. En dan doen we de armen wijd, Koos. Oh, dan lijkt het net alsof we nu aan het vliegen zijn, hè, met die wind. Voel je dat, Koos? Hebben jullie ook wind in huis? Nee, hè? Dat is wel een beetje gek als jullie dat hebben. Maar wij staan buiten. Dus wij zijn nu even aan het vliegen. Oké, nee, we moeten door, Koos. We moeten door. Oké, dus de armen wijd. En dan moeten jullie eventjes naar links kijken. Naar links, Koos. Ja, zo. Oké, en zien jullie daar misschien De tv? Een tafel? Misschien met wat drinken erop? Oké, want dan moeten we zijn, hè? Oké, dan gaan we naar rechts kijken. De andere kant op, Koos. Zien jullie daar misschien een vaas met bloemen? En de laptop van mama? Ja, ook daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, hè? Dus we moeten zorgen dat we genoeg ruimte hebben. Dus dan doen we even een beetje zo. Ja, we hebben genoeg ruimte. Gelukkig. Oké, dan kunnen we nu gaan beginnen. Dan doen we even de armen omhoog, Koos. En dan gaan we opzij. Ja, heel goed. En dan gaan we de andere kant op. Zo. Oh, dat was mijn rug, denk ik. Oké. Dan gaan we even kijken hoe lenig we zijn. Dan doen we de benen dicht. Heel goed. Lukt dat thuis ook? Voorzichtig. Niet omvallen. Ja. En dan doen we de armen naar voren. Perfect. En dan gaan we nu bukken. En dan gaan we proberen met onze vingers onze tenen aan te raken. Daar komt ie. 1, 2. Wat is de... Nou. Mij lukt dat niet zo goed, Koos. En bij jou, mag ik eens kijken? 1, 2, armen naar voren, bukken, tenen aanraken. Koos, ben jij ook benieuwd hoe lenig de kindjes thuis zijn? Zijn jullie misschien net zo lenig als Koos? Of niet zo lenig als ik? Nou, we kunnen het nog één keer proberen. Oké, daar komt-ie. Benen dicht, armen naar voren en bukken. Ja, het is me gelukt, Koos. Yes. Het is me toch gelukt. Maar we zijn nog niet klaar. We moeten nog even goed de benen strekken. Oké, dan doen we de benen naar achter. Dan pakken we onze voet. En ik heb een trucje, Koos. Als je dus niet om wil vallen, moet je met je andere hand je oorbel aanraken. Heel goed. En zo val je niet om. Lukt het jou ook? Laat even weten hieronder of het dus is gelukt. Oké, andere been, daar komt ie. Oh, ik val bijna om. Oh, even de oorlel vastpakken. En zo val je niet meer om. Ah, perfect. Jou ook gelukkig. Goed zo. En dan komt het allerleukste. Moeten we alles nog even losschudden. Even de voeten. De benen en de armen en de billen. Oh, nou, ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Denk je ook niet, Koos? Ik denk het ook. Oké, voor alle kindjes die allemaal al een keer op vakantie zijn geweest bij Koos, die kennen misschien wel de clubdans al, hè? Ja. Maar
misschien nog niet helemaal perfect. Dus, wij gaan gezellig met jullie de clubdans dansen. En dan gaan we die jullie aanleren. En als jullie dan zodra het kan op vakantie komen, dan kunnen we die super goed met z'n allen gaan dansen. Dat is een goed idee, hè, Koos? Oké, dan gaan we weer. Eventjes goed de benen op de grond doen. En eventjes goed om je heen kijken. Dat je niet iets om kan stoten. Heb je alle ruimte. Dus we doen maar even heel voorzichtig met de armen zo. Ja, heel goed. En staat het geluid hard genoeg? Of moet hij misschien nog iets zachter? Of moet eventjes de tablet even goed stevig staan? Of de laptop of de telefoon? Oké, perfect. Dan denk ik dat we nu echt kunnen starten, Koos. We beginnen als allereerste met de handjes naar voren. En dan gaan we klappen op de benen. Heel goed. En dan gaan we heen en weer met ons hoofd. En dan doen we een kippetje na. Even kijken. Ik denk dat dat kippetje nog wel beter kan. Oké, doen we nog een keertje met z'n allen. Handjes naar voren. En klap op de benen. Heel goed. Heen en weer met je hoofd. Komt het kippetje? Tok, 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 tok. Oh, jij bent echt een goede kip. Oh, maar eigenlijk weet ik, je kan wel heel goed de kip nadoen. Oké, dan gaan we verder. Weer met de handjes naar voren. Klap op de benen. Heel goed. En dan gaan we met onze voeten naar voren. Perfect. En dat doen we dan twee keer. Dus dan doen we het nog een keer. Handen naar voren. Klap op de benen. Hoofd heen en weer. En een kippetje. Tok, 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 tok. En handjes naar voren. Klap op de benen. En de voeten. Ja, heel goed. En lukte jou dat thuis ook? Wij zijn heel erg benieuwd, hè, Koos? Oké, dan gaan we door naar het volgende pasje. En dat is eerst een rondje draaien. Dus dan doen we pom, 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 pom. Ah, heel goed. En dan gaan we wijzen. Dus dan gaan we die kant op wijzen naar alle meiden. En dan gaan we rollen. Ja, heel goed. En dan gaan we de andere kant op wijzen naar alle coole jongens. Ja, perfect. En dan gaan we heen en weer rondjes draaien met onze vingertjes. Heel goed. En dan gaan we eerst swingen. En dan mogen de meiden mogen zo hun handen in de zij doen. Ja. En de jongens, Koos, perfect, kunnen gewoon zo doen. Ja, die kunnen heel cool zo doen. En de meisjes met de heupen. Ja, heel goed. En dan gaan we weer wijzen. Ja, weer wijzen. En rollen. Heel goed. En de andere kant op wijzen. Dus weer naar de coole jongens. Ja. Perfect. En de vingertjes. De vingertjes. En dan gaan we springen. Yes. Goed zo. En als allerlaatste, na al het zwaaien, Koos. Dus we hebben nu gehad een swingen. Yes. En we hebben springen gehad. Ja. En nu komt feesten. En hoe doen we feesten, Koos? Ja, laat me even goed zien, hoor. Ah, perfect. Feesten gaan we zwaaien. Dus dan gaan we zwaaien van links naar rechts. En links en rechts. Heel goed. Dat ging goed, hè, Koos? Ja, dat ging perfect. En dan hebben we nog een paar pasjes die heel belangrijk zijn, Koos. Oké, dat is op vakantie doen we alleen maar leuke dingen. Maar dat wisten we natuurlijk al. Maar hoe gaat het pasje? Gaan we zwaaien op vakantie. En dan gaan de duimen omhoog. Alleen maar leuke dingen gaan we rennen. We gaan maar door en houden echt niet op. Pow, pow, pow. En dan gaan we dansen, Koos. Dansen met z'n allen en zingen. Leuke liedjes zingen. Zo zetten we de roompot op zijn kop. Dum, 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 dum.
Wauw. Dat ging goed, hè, Koos? En lukte dat thuis ook? En lukte dat ook bij je broertje of je zusje? Perfect. Ah, dat is top. Maar nu zijn we ook wel echt benieuwd hoe goed jullie dat dan kunnen dansen op muziek, hè, Koos? Ben je ook benieuwd hoe dat gaat? Oké, dus nu mogen jullie iedereen erbij halen. Echt iedereen, dus... Opa, mama. Broertje, zusje, de buurvrouw, de buurman, de overbuurvrouw, de overbuurman, de bovenbuurvrouw, de onderbuurman. Misschien heb je nog neefjes of nichtjes. Laten we even denken. Zullen we dan aan de oudste van het huis vragen of die dan gaat filmen? Oké, en als jullie dan een heel leuk filmpje hebben, dan mogen jullie die hieronder gaan posten. En dan gaan helemaal op het einde Koos en ik alle filmpjes bekijken, hè Koos? Oké, zijn jullie er dan klaar voor om dan nu echt te gaan dansen op muziek? Yes, zijn jullie er klaar voor? Dat is top. Koos, ben jij er klaar voor? Ja? Ah, Koos is er super duper klaar voor, want Koos heeft 2 duimen opgestoken. Oké, hebben jullie ook allemaal 2 duimen omhoog? Iedereen 2 duimen omhoog? Ja. Oh, ja, ik zie daar nog een mama die... Nee, mama, ja, jij ook de duim? Ah, alle duimen zijn volgens mij nu omhoog, Koos. Dan gaan we nu met z'n allen aftellen. En dan tellen we van 3 naar 1. En dan gaan we Maestro Musica roepen. En als het goed is, gaat dan de muziek aan. Oké. Koos, ga jij het met je kindjes doen? Daar ga ik er klaar voor zitten. Oké, Koos. Duimpjes omhoog. Koos is er helemaal klaar voor. Oké, komt-ie, hè? 3, 2, 1. Maestro Musica! Nou, Koos, ik denk dat iedereen zo hard moet roepen dat de hele straat jullie moet horen. Want dan horen wij het ook. Wij hebben echt hele grote oren, maar ik denk dat het nog harder kan. Oké, dus sta allemaal op. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Yes, oké. Daar komt ie. En 3, 2, 1... Maestro Musica! Goed zo! En handjes naar voren. En dan gaan we een rondje draaien. Pom, 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 pom. En dan komt een kippetje. Dan gaan we weer een rondje draaien. En dan gaan we wijzen naar de meiden. Meiden, dansen jullie mee? Hey, alle leuke jongens, doe eens lekker mee. Hey, leuk. En dan gaan we swingen. En goed. En dan gaan we vliegen voor de tv. En uitkijken voor die mooie vaas met bloemen, hè. Hey, alle stoere meiden, dansen jullie mee? Pop, 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 met naar die jongens. Doen jullie ook mee? En met de vingertjes, heel goed. Brengen. Vliegen we nu onder tafel heen. En onder een stoel heen. Heel goed. En op vakantie doen we leuke dingen. Op vakantie doen we leuke dingen. Gaan we rennen. Gaan we door en houden echt niet op. Gaan we dansen en zingen. Zo zetten we een robot op zijn kop. Go, 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 go.
En met je hoofd. Heel goed. En de voeten. En lukt het allemaal? Gaan we weer wijzen, let op. Hey alle coole meiden, dansen jullie mee? Hey alle coole jongens, doen jullie ook mee? En met de vinger. En dan gaan we. De feesten jullie mee? Dan doen we. En nu zijn we wel heel erg benieuwd naar alle filmpjes. Maar eerst eventjes wat drinken, hè, Koos? Oké. Ja, dan mogen jullie thuis ook allemaal eventjes een slokje drinken halen. Want dat hebben we wel eventjes nodig, hè? Kijk eens, Koos. Ik heb voor ons al wat drinken neergezet. Oké, zal ik hem hier neerzetten? Dan mag je hem pakken, Koos. Yes. Alsjeblieft, Koos. Zo. Oh, het zonnetje gaat wel weer. Oh, nemen jullie thuis ook eventjes wat te drinken? Lekker, Koos. Ja, volgens mij is dit wortelsap, Koos. Ja. Ik weet het niet zo goed. Ja. Ik proef het. Dit is jouw lievelingsdrank, ja, Koos? Lekker wortelsap. Oh. Zo, dit hadden we wel eventjes nodig, hè, Koos? Zet je hem weer neer? Yes. Okay. Zullen we hem dan nog één keer voor de allerlaatste keer met z'n allen gaan dansen, Koos? Ja? Oké. Okay. Zijn jullie er thuis dan ook weer klaar voor? Perfect. Oké, dan gaan we nog één keer met z'n allen de clubdans dansen. Ben jij met de kindjes af thuis? 3, 2, 1. Maestro Musica. Wisten jullie het nog? Oké, en nu in één keer met z'n allen, hè, zodat heel de straat bij jullie het kunnen horen. Oké, daar komt ie. 1. Oh nee, wacht. Aftellen. Oké. Ja, we beginnen bij 3. Daar komt ie. Nee, we moesten nog aftellen. Oh, oké, daar komt ie. En 3, en 2, 1. Maestro Musica. Yay. En de voetjes. En een hondje. En de voeten, heel goed. Net als een kippetje. Gaan we wijzen. Leuke meiden, dansen jullie mee. Hey alle leuke jongens, doe eens lekker mee. En met de vingertjes. Hey leuke jongens, bij de swing. Oh, jullie mogen ook wel meezingen hoor. En dan gaan we vliegen. En pas op voor alle spulletjes. Om de tafel. Hey alle stoere meiden, dansen jullie mee. Stoere meiden. Hey alle stoere jongens natuurlijk. Hey stoere jongens. Gaan we springen. En dan gaan we. Dat je niet iemand slaat, hè? Oh. En de arm omhoog. En op de vakantie komt. Komt-ie.
Op vakantie doen we. Duimen omhoog. En gaan we rennen. We gaan maar door en houden echt niet op. En dansen. En zingen. Leuke liedjes. Heel goed. Zo zetten we een robot op zijn kop. En met je hoofd. En met je voetjes. Heel goed. En dan gaan we wijzen, hè? Want hoofd naar de meiden. Hey, alle coole meiden, dansen jullie. En nu naar de coole jongens. Hey, alle coole jongens, doen jullie ook mee? En dan gaan we zwaaien. Coole jongens, bij de feesten jullie mee. Ja, goed zo. En dan mogen jullie hier allemaal meezingen. Gaat dat lukken? En nu de papa's. En de mama's. En de oma's. Wauw, perfect. Wauw, dit is echt fantastisch. Jullie hebben echt een heel groot applaus verdiend, Koos. Wauw. En nu nog een groot applaus voor Koos Konijn. Dus doe allemaal klappen voor Koos. Super goed gedaan. En natuurlijk een applausje voor jezelf. En dan doen we zo. Armpjes naar binnen. En dan klappen. Applausje voor jezelf. Dat hebben jullie echt super goed gedaan. En we vonden het echt super gezellig, hè Koos. En wij hopen dat jullie morgen weer bij de Roompotclub zijn vanuit huis. En misschien is Koos Konijn er dan wel weer bij, hè Koos? Maar we verklappen niks. Oké, hopelijk tot de volgende keer. Doeg!